Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Zoals jullie naast mij kunnen zien dit keer, zijn we onderweg naar België weer. We gaan richting Zeenaolen. Even een goede inkopen doen voor oud en nieuw. Dat nemen we niet mee over de grens, maar dat gaan jullie later met oud en nieuw allemaal in de video's kunnen zien. We gaan dus naar Zeenaolen. Of ze nieuwe producten hebben, dat weten we niet. Want vorige keer waren we natuurlijk ook al vorige maand in Baarle, toch? Was in Baarle, ja. En toen zeiden ze al van dat het heel moeilijk is door corona, dat die containers met vuurwerk veel duurder zijn. Waardoor nieuwe producten gewoon bijna niet haalbaar zijn. En dat er nog maar de vraag is of België dit jaar nieuw vuurwerk heeft. Maar ik ben wel benieuwd nu. Nu is het natuurlijk oktober. En of ze nu nieuwe producten hebben. En misschien kunnen we ook in jullie even laten zien wat we dan gaan halen. Zeenaolen gaan we heen. Ja. Oké, dan als je de weg even filmt. Dan zien jullie al dat het geen Nederlandse kentekens zijn. Dus we zijn al in België. Een minuutje of 10 denk ik. Een kwartiertje zoiets. En dan komen we aan. En ik ben ook in Olen al echt lang niet geweest. Want de laatste keer dat we met corona gingen, gingen we naar, waar was het ook weer? Maaseik, hè? Ja. Het was rond de Oud en Nieuw. Toen gingen we naar Maaseik en toen mochten we ook niet naar binnen. Maar nu mogen we dus hier naar binnen. En in één klap, jongens, zijn we bij Zeena. Als je daar naartoe even filmt, zie je daar een vrachtwagen staan ook, die even aan het uitlaaien is. Want zoals ik al vaak heb gezegd, jongens, niet mee over de grens nemen, want je bent gewoon echt strafbaar. Leuk dat die winkels er zitten. Je kan hier heel het jaar kopen. Nou, over de grens meenemen is natuurlijk een risico. Jongens, we gaan even naar binnen, even kijken wat ze hebben. En dan laat ik jullie alles zien. Een keer uitgebreid, prijzen en alles bij elkaar. Zoals jullie zien, mondkapjes moeten op. Om hier te beginnen, jongens. Tornado Rarebell. Deze liggen er al een tijdje. Maar voor ons is dit de eerste keer dat we ze zien. Ik denk dat we daar wel wat van mee gaan nemen. Ja. En dan straks gaan afsteken. De Rauwe Spoer is er ook. Die is redelijk nieuw, toch? Ja, ook. Maar eigenlijk ben ik de laatste tijd natuurlijk veel meer fan van Brokken en Sier. Bali Tiger, die is nu gewoon €22,50 voor een karton. Of per stuk. En dan kan je daar een mooi kartonnetje van halen. 6 stuks. Wij hebben er ooit ook een keer een karton van gehad. Funken. Ze hebben nog niet echt heel veel nieuwe dingen. Maar dat komt nog volgens mij volgende week. Ja. Week daarna kreeg ik net door. Dus we gaan nog zeker een keer terug. Maar rond eind oktober dan zijn hier allemaal weer wat nieuwe producten. Dus dan... komen we zeker terug, maar voor nu is het ook even lachen om even die sfeer op te halen, weet je. Boven heb je die rakettenorgel, die moeten we ook een keer ooit nog echt in een video doen, man. Hebben we nu nog niet, hè? Nee. Die hadden we ook vorig jaar. Ja. Die hebben we ook nog afgestoken met Oud en Nieuw, was echt een zieke deze. Sowieso eigenlijk alles van Luipaars is wel goed, hè? Ja, Luipaars zijn Funken. Maar is niet te missen eigenlijk, toch? Klopt. Zowel design als kwaliteit. Ja, hier zien jullie bijvoorbeeld ook nog. Dit is gewoon een Luipaarslijn. Ja, die daarboven is ook lijp hoor. Allemaal compound. Zo. Wel prijzig, maar 188 shots. Wel echt wat goeds voor. Ja, dat is waar. Zie je ook nog wat knaldingetjes, jongens. Dat kan allemaal hier nog. Allemaal matjes. Hier ook de knallers natuurlijk. Gewoon nog alles van wat ze vorig jaar ook hadden. Biting Piranha en zo. Jumbo Color Whistling Thunder, die hadden we ook in Polen. Maar dat gaan jullie binnenkort nog allemaal zien. Sneak peek. Oh ja, dan heb je hier ook nog natuurlijk de Horsepower Lane. Allemaal losse cakes. Ik vind dit wel altijd van die geschikte cakes om in projecten te doen, man. Ja. Van dit soort kleintjes en zo. Maar ik mis wel de Mache. De Mache Lane van vroeger. Die waren echt ziek. Er is nu even niemand hier in de wereld. Van rechts naar links, beste. Van rechts naar links is het beste, hoor ik net. Helaas natuurlijk, jongens, in Nederland onmogelijk. Pijlen zijn verboden, maar hier verkopen ze ze nog. Rochetta pijlen. Ook altijd lachen om in het pijlenrekje te doen met Oud en Nieuw. Laat even in de reacties achter of jullie nog vuurpijlen hebben. Want die gaan dus dit jaar voor het eerst niet verkocht worden als Oud en Nieuw doorgaat. Zonde. Wat echt heel zonde. Ja. Ik hou echt van vuurpijlen. Hier hebben ze ze dus gewoon nog volop. Hier heb je dus die van Funken. Eigenlijk is alles hier van Funken. €53,50. Die salutraketen hebben we al een keer gehad. Die zijn eigenlijk niet te missen, hè? Nee, die zijn echt goede knallen, man. Ja, een paar van die Funken dingen. HBF rockets zijn het natuurlijk niet. Deze Beam rockets van Zeena. Ja, dat staat niet heel veel voor, denk ik, toch? Nou, op zich is het nog wel lach, hoor. Voor je prijs. €9 ook gewoon een beetje mee te stoken. Maar helaas, als je daar dus met Oud en Nieuw gepakt mee wordt, dan... Het is nu heel duidelijk, want vuurpijlen mogen gewoon in
zijn geheel niet. Ja, dat is waar. Nou, hier staat onze pallet klaar voor zometeen. Ik vind het designs van zin altijd wel ziek. Heel clean ook. Ja, echt niet te veel poespas. Zoals bijvoorbeeld bij deze, moet je kijken hoe druk deze is. Ja, dit valt nog wel mee. Nou, ik vind het druk, man. Ik vind het te druk. Je moet gewoon een beetje, je weet wel, duidelijkheid hebben. Ja, dit zijn die aquariums, die hadden ze vroeger ook van Thor. Alleen dat oude design vind ik mooier, man. Maar goed, die cakes die waren vroeger altijd goed. Ik had altijd die carton mâché, jongens. Mâché was echt een van mijn favoriete kleinere cakes, 16 shots. Helaas zijn die niet meer. Toch een beetje ondergewaardeerd, hè, die kleinere blokjes. Precies. Daar heb je ook nog. Wat is dat? Comments. Hier, luipaars nog. Zo. Oh ja, luipaars. Daar heb je ook die balita. Hier, we hebben die groene, man. Florida Panther. Oh ja, hier. Maar dat is een andere, Racing Links. Luipaars is echt goede kwaliteit, maar het komt uit dezelfde fabriek als Funke. Dus je kan best wel veel kwaliteit verwachten natuurlijk van die fabriek. Die lijn vind ik ook fysiek. Zhangfang hebben we ook een karton van gehad. Misschien ook dit jaar weer in een project verwerken. Zhangfang is altijd een goede. En zoals jullie zien, het is dus gewoon weer aan de gang, jongens. Je kan gewoon weer je vuurwerk kopen hier zo. Wel met een mondkapje op. Ik weet niet hoe dat in de tijd is dat jullie nu de video zien. Als het kon, jongens, had ik echt een paar van die matten meegenomen. Maar helaas. Ja, je vindt het kut, hè? Echt dood. Hier, zo. Hoeveel kost dat dan? 90 euro. Poeh. Het ziet eruit zoals het eigenlijk altijd ziet, jongens. Sfeervol. En ik kan niet wachten tot dat oud en nieuw bij ons echt gewoon goed doorgaat. Een keer, een jaartje. Want dat hebben we vorig jaar echt gemist. Snapte. Oude vertrouwen Bali. En de Bali Tigers. Nou jongens, na het shoppen hebben we ook even wat leuke dingetjes meegenomen. Vooral van Zena ook. Hier even stoken. Dan hebben jullie in ieder geval nog ook afsteekbeelden van ons gekregen. Nou, we beginnen even met een superootje, jongens. Zonder staart. Hoppa. Hoe knalt die? Oh. Het is geen pols hoor. Wow. Weet ik, maar ik heb de vorige keer... Vroeger waren de knallers harder in België, gek. Ik heb veel klei gekopt de laatste tijd, gek. Of beton. Wel goede vertraging, hè? Ja. Hier. Een dieptebommetje. Zou die diep gaan of niet? Oh. Dichtbij. Wat? Oh. Hoppa. Een bootje. Oh, zo, die ging dichtbij. Oh, die liggen hier, of niet? Oh, het zijn gatito's. Was dat? Mijn trade. We moeten weer naar links. Ja, we moeten hier naar links. Nee. Dat mag niet. Nee, dat mag niet hoor. Oh ja, dat is voor de volgende. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. We hebben leuke dingen geshopt. Dat hebben we ook hier in België gelaten. Jullie hebben het kunnen zien. Alleen mogen we helaas in verband met de kilo's niet meer laten zien hoeveel en wat we precies hebben. Ze hadden leuke producten. Alleen zoals ze zelf tegen ons zeiden. Binnenkort krijgen ze dus nieuwe dingen. Een paar nieuwe producten. Dus waarschijnlijk moeten we binnenkort weer terug. We hebben ook even wat gestookt voor jullie zoals jullie hebben kunnen zien. Want we laten jullie natuurlijk niet achter met enkel een shopvideo. Dit keer een keer een uitgebreide shopvideo waarbij we elk product laten zien wat ze op dit moment hebben met de prijs daarbij. En ja, ze hebben een aantal mooie grote blokjes. En oud en nieuw wordt ziek, dat is het enige wat ik kan zeggen, man. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren. En volgende week, jongens, Polen video's. Later.